Er is nog geen indicatie van wat er is gebeurd met een partij Johnson & Johnson vaccins die aan Suriname was geschonken, maar verdween nadat die zijn aangekomen in Suriname. Gezondheidsminister Umar Ramadine zegt dat deze zaak wordt onderzocht. Nee, dat onderzoek heeft ik heb nog geen feedback gehad. Althans, er was inderdaad een kleine partij Janssen vanuit Amerika gestuurd. En de partij is op Miami Airport verdwenen. Is althans nooit hier in Suriname gearriveerd. En dat is niet gekocht, dat was een gedoneerde partij. Dus wij weten ook niet, ik heb nog geen informatie daarover. Maar wat betreft Johnson & Johnson zijn we wel nu op dit moment in de fase van via de COVAX. Dat we 21.600 doses aan Johnson & Johnson zijn geallockeerd. En we hebben nog een saldo bij COVAX. Dus die gaan we inzetten om ook deze partij voor Suriname te halen, zodat we ons assortiment een beetje kunnen uitbreiden. Ramadine zegt dat er wel mensen zijn die zich willen laten vaccineren met het Johnson & Johnson vaccin. Er is een onderzoek ingesteld vanuit de vliegmaatschappij die de medicamenten heeft getransporteerd naar Suriname. Ramadine stelt dat hij ook nog met zijn collega van Buitenlandse Zaken moet praten over dit vraagstuk.